Heel goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. Na een reeks van nieuwe records sloten de belangrijkste indices een tikje lager op vrijdag. Na een optreden van de Fed-topman Jerome Powell gaf hij aan in een paneldiscussie dat ook de Fed ziet dat de inflatie langer zal duren dan aanvankelijk verwacht, al zal deze op langere termijn ook weer wat dalen. Een renteverhoging zit er echter nog niet in. Naar verwachting zal in november gestart worden met taperen, het afbouwen van het maandelijkse opkoopprogramma van obligaties. Uitschieters in Amerika waren vrijdagavond Snap met min 26%, Intel min 12% en Beyond Meat sloot 12,5% lager. Vanavond na beurs komt Facebook met de cijfers en dat zal uiteraard weer spannend worden. In de Aziatische regio verslaat HSBC de verwachtingen en ziet de winst ruimschoots verdubbelen. Ondertussen blijft de olieprijs verder oplopen en staat de Brent al boven de $86. Bij vastgoedconcern Evergrande gaat men weer voorzichtig aan het werk. In China wordt overigens het reizen weer beperkt vanwege het aantal coronabesmettingen. En de Nikkei leverde 0,75% in, de andere indices sloten fractioneel hoger. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening. En hoewel vandaag de agenda redelijk leeg is, staan we aan het begin van een zeer drukke week met macro- en bedrijfscijfers. Het fors oplopende aantal besmettingen van COVID zorgt wereldwijd voor nieuwe maatregelen en kan potentieel impact hebben op de groei van de economie. Zeker met de commercieel belangrijke feestdagen voor de boeg. Komende donderdag komt de ECB met haar rentebesluit, maar daar zal geen spectaculair nieuws naar buiten komen. Zo is vooralsnog de verwachting. En bij KLM is het weer onrustig tussen de top en de piloten. En vrijdag komen dan ook nog eens de cijfers. Op de agenda vandaag IVO ondernemersvertrouwen vanuit Duitsland en de Chicago Fed-index uit de VS. Verder zien we Credit Suisse zet Relax op kopen. UBS zet Renault op kopen en Intel krijgt een hele reeks aan adviezen die variëren van houden, kopen tot verkopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.